Ja, ja, zo toch behoorlijk wat prachtige races hier vandaag in Haaksbergen. Natuurlijk die laatste PK van het seizoen. Dus de laatste kans om nog even dat truitje mee te pikken voordat we hier de winter in gaan. Voorbereidend op seizoen 2013. En die gaan we volgend jaar zeker terugzien. Nou, ik denk wel alle acht van deze rijders die aan het hek gaan staan. Denk bijvoorbeeld aan Kevin Spanninga, Matthijs de Ruiten, Mitchell Schotman, Dick Jansen, Mark Verstegen, Davy Stoppels, Joel Barels en Daan Overgoor. Zij rijden hier in de klasse, jongens, 16 en 17 jaar. Succes! Ja, dan gaan we kijken. Spanninga, Schotman. Ik zou er geen geld op zetten, want er is er altijd weer eentje beter als de ander. Maar het is dit keer Spanninga op zijn thuisman pakt die de holshot. En dan gaan we kijken. Het is een pro-sectie voor deze heren. Ik had het aan het begin van de dag al verspeld. Het telt niet deze trui. Hier komen zij voor. Kijk eens wat een spektakel er met zich meebrengt. Matthijs eruit en pakt dan dus die koppositie. En dan gaan we terugkomen. Spanninga komt dan door van 8 naar 6 naar 5. En dan is het dikke Jansen voor hem. Maar wie rijdt er opeens? Matthijs de Ruiter, Bochtens, Stoppels, Demi en Mark Verstegen. Het is de winnaar, Matthijs de Ruiter.